Theo Bos, jullie hebben 2 weken rust gehad na de nederlaag bij Almere City. Kwamen die goed uit? Nou, normaal gesproken weer zo snel mogelijk weer spelen na zo'n nederlaag. Alleen aan de andere kant, we hadden nog wel wat kleine problemen. Dus die hebben zich aardig kunnen herstellen. Dus wat dat betreft komt het ook wel weer goed uit. Je hebt ook weer 2 weken kunnen trainen in de dingen die daar niet goed gingen. Is dat fijn om in die relatieve rust van zo'n interlandperiode met je team echt naar zo'n wedstrijd als Sparta toe te kunnen werken? Nou ja, goed, Sparta is voor Dordrecht een belangrijke wedstrijd. Het is een derby. En het leeft, dat merk je ook aan de publieke belangstelling die er al is. En wat dat betreft is dat wel lekker. Ja, ik moet zeggen dat we ons goed hebben kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. Merk je ook aan je ploeg dat het leeft, Sparta? Ja, toch wel. Ik moet zeggen dat van de week heel scherp getraind is. En, de jongens hebben er zin in, dus ik hoop dat ze morgen laten zien wat ze van de week op het trainingsveld hebben laten zien. Sparta, een titelkandidaat, al willen ze daar zelf niets van weten. Hoe gaan jullie die ploeg bekampen? Nou ja, ik vind dat we thuis sowieso moeten proberen te domineren. Nou, zou dat niet elke week lukken, maar tot nu toe is dat aardig gelukt in de wedstrijden die we hebben gespeeld. We hebben met name ook in thuiswedstrijden hele goede wedstrijden gespeeld. Dus ja, die lijn moeten we doortrekken tegen Sparta. En kijk, Sparta is een ploeg inderdaad die normaal gesproken mee gaat doen voor de bovenste plekken. Alleen, ik denk ook dat ze verslaanbaar zijn. Nou, hebben jullie hier thuis ook tegen Willem II gespeeld, hè? En van die andere titelkandidaten. Dat ging goed. Verwijs je dan nog naar die wedstrijd in de voorbereiding? Nou ja, goed, we hebben het natuurlijk wel over ons verschil. Met name hoe we het uitspelen en hoe we het thuis spelen. Want dat is nog veel te groot. We kijken ook wel naar de oorzaken, hoe dat kan. Is dat een mentaal verhaal of is het juist dat een tegenstander juist in uitwedstrijden wat brutaler speelt? Nou, wij proberen hier heel brutaal te spelen. Dus daar zijn we wel mee bezig. Alleen de goede thuisserie, als je kijkt winnen van Willem II, winnen van Cambuur, toch ook titelkandidaat. De 3-3 tegen MVV wat leuk was. Ook de wedstrijd tegen Volendam was eigenlijk goed. Dan moet je daar een vervolg aan geven tegen Sparta. En, ja, Sparta is ook een van die ploegen die dat rijtje thuis hoort. Die zullen ook in de top 5 gaan eindigen dit jaar. En ja, als je daar punten tegen kan pakken in een thuiswedstrijd, dan doe je goede zaken. Je zegt net al het grote verschil tussen thuiswedstrijden en uitwedstrijden, dat jullie op zoek zijn naar de oorzaken. Heb je daar al enig inzicht in gekregen waar dat aan ligt? Jawel, ik denk dat er met name een stukje scherpte ligt bij ons. Als je kijkt naar, Emmen uit was onze eerste uitwedstrijd, was eigenlijk prima. Hoewel de stand natuurlijk niet goed genoeg was omdat het 1-1 werd, maar die wedstrijd moeten we eigenlijk met 6-7-1 winnen. Daarna een Telstra-wedstrijd waar we eigenlijk op scherpte afgetroefd worden. En de wedstrijd tegen Den Bosch was eigenlijk ook wel weer redelijk, hè, 0-0. Dus zelf weinig gecreëerd, maar ook niet in de problemen geweest. En dan de wedstrijd Almere, word je ook weer afgetroefd op agressiviteit en duelkracht. Wat eigenlijk een van onze sterkste punten zou moeten zijn. Dus van de 4 uitwedstrijden die we gehad hebben, zijn er eigenlijk 2 voldoende, laat ik het zo zeggen. En 2 zwaar onvoldoende. Dus daar moet verandering in komen. En ik zeg maar goed, we hebben nu een thuiswedstrijd. Daar hebben we een goede serie van staan en die moeten we doortrekken. Daar de nadruk dan ook maar op. Een regio derby hier. Nou, ben jij wel wat gewend natuurlijk als oud-trainer van Vitesse. Nou, toevallig dit weekend is er ook een derby die ik vaak mee heb gemaakt. NEC Vitesse. En dat zijn leuke wedstrijden. Dat brengt net even iets extra spanning. En dat is mooi. Dus een prachtige wedstrijd. Ook als speler vond ik dat leuk om te spelen. Je zei aan het begin van het seizoen, nou, na een wedstrijd of 10 kun je echt kijken waar je staat, hè, hoe die start is geweest. We hebben er nu 8 gehad. 2 winsten, 4 gelijk, 2 verloren. Valt dat mee of valt dat tegen? Nou, het zou daar tussenin gaan zitten. Het valt me niet mee, maar het valt me ook niet tegen. Kijk, we moeten wel gewoon heel realistisch blijven. Dordrecht, dat hebben we gezegd. We gaan een team proberen te bouwen die mee gaat doen om die play-offs. Nou, dat kan nog steeds, we staan nog steeds heel erg dichtbij. Ik denk inderdaad over 2 wedstrijden dat je aardig kunt zien waar je voorlopig staat. Hè? Met nadruk op voorlopig. Dat zal uitwijzen hoe de rest van het seizoen een beetje gaat verlopen. Hoewel in de eerste divisie gebeurt natuurlijk heel veel. Ik ben niet zo bezig op dit moment met de stand. Natuurlijk is het leuk als je 5e staat. Alleen ja, het gaat toch om waar je eind van de rit staat. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik verwacht, dat heb ik ook gezegd, dat het verschil tussen de nummer 5 en de nummer 12 het hele seizoen heel klein zou blijven. Dus dat betekent dat je ook nog door middel van misschien een hele goede laatste periode daar makkelijk bij kan komen. Alleen je moet wel zorgen dat je
erbij blijft. Dus het gat moet nooit veel groter worden dan een punt of 6. Bij winst ga je over Sparta heen. Word je de hoogste club uit de regio. Kan nog iets waard? Nou ja, allereerst zijn die 3 punten wat waard. En dat is een leuke bijkomstigheid. Is je nieuwe of nieuwe verbeterde contract inmiddels al getekend? Nee, dat is nog niet getekend. Nee. Dus we zijn in de afrondende fase. Dus wat dat betreft verwacht ik dat volgende week ergens gaat gebeuren. Want het werd een tijdje geleden gepresenteerd als iets wat jullie waren eruit. Hè? Dat was een formaliteit. Waarom duurt het dan nog even? Nou, omdat we er nog niet helemaal uit zijn. Dus er zijn wat kleine dingen waar we nog een meningsverschilletje over hebben. Maar ik verwacht dat we daar uiteindelijk wel uit gaan komen. Kun je zeggen aan welke kleine dingen we moeten denken? Nee, ik denk dat het ook niet zo interessant is. Nee, dat gaat om dingen die eigenlijk niet meer zo interessant zijn voor het contract zelf. Maar meer voor daarna. Dus eigenlijk is het zo dat we eigenlijk wel uit zijn. En wat ik verwacht is dat het volgende week ergens getekend gaat worden. Want wat voor jou duidelijk is dat je gewoon graag door wilt met FC Dordrecht? Ja, absoluut. Ik heb het heel goed naar mijn zin. En de toekomstplannen, hè, met name daar heb ik naar gekeken. Mij is toch verzekerd dat het stadion er gaat komen. Al is dat nog niet 100% bevestigd, maar die kans is gewoon heel groot. Nou, dat betekent dat er meer mogelijkheden gaan komen voor de club. En dus ook meer mogelijkheden voor een trainer. En daar wil ik graag aan meehelpen, omdat het gewoon een hele leuke, fantastische club is. Om te werken met mensen die ziel en zaligheid in die club steken. En die hebben mij aangestoken. Is het voor jou ook wel fijn omdat je als oud-trainer van Vitesse en in Polen heb je gewerkt, hier een beetje die rust vindt? Oh, dat heeft er ook wel mee te maken. Ja. Ik bedoel, ik moet zeggen dat ik hier heerlijk kan werken. Dat ik een fantastische spelersgroep heb die mentaal goed in elkaar zit. Zijn jongens, we staan toch weer met 20 man op het veld. Ook vandaag moet je weer jongens teleurstellen die morgen niet zullen starten. En dat betekent dat het een bepaald acceptatievermogen moet zijn. En dat is tot nu toe prima. Maar daar hamer ik ook wel steeds op. Want dat is wel waarmee we succes kunnen behalen. Door te zorgen dat de nummer 22 eigenlijk net zo belangrijk is als de nummer 1. En dat is waar ik voor sta. En dat bewaak ik ook heel erg goed. Morgen op naar het kampioenschap van het Rijnmondgebied. Ja, nou, het zou mooi zijn als we om 9:45 ergens boven Sparta staan.